Ook opnieuw is vrij rustig gegaan. We hebben wel rond, ik denk, 2 uur in de ochtend hebben we een melding gehad van een verkeersongeval aan de Martin Luther Kingweg, waarbij een voertuig in een sloot terecht is gekomen en de chauffeur die was bekneld geraakt. Verder hebben we rond 12:30 moet het zijn, een begin van een woningbrand gehad. Een vuur stond in brand. En ja, het is geblust door de omstanders, maar de brandweer was toch bezig, gewenst om nablussingswerkzaamheden te verrichten. En kan de brandweer dan praten erover dat het een vrij succesvolle auto opnieuw is geweest? Niet echt. We hebben tijdens de jaarwisseling toch 4 werkslachtoffers geregistreerd bij de spoedeisende hulp. Dat wil zeggen dat de barometer is komen te staan op 6, helaas. We hadden op 27 december 1 slachtoffer. Natuurlijk hadden we gehoopt dat het zou blijven tot het ene slachtoffer. Maar helaas hebben we bij de jaarwisseling nog 5 andere gehad. Het gaat om 2 gevallen op oudjaarsavond en 3 gevallen op nieuwjaarsnacht. Bij al deze 5 gevallen gaat het volgens de spoedeisende hulp om oogletsels, waarvan een van zijn opnamen noodzakelijk bleek. Sorry. Tot nu toe is het oudste slachtoffer 56 jaar moet het zijn, ja, en 2 kinderen van 4 jaar. En is het misschien ook duidelijk wat vooraf is gegaan? Misschien onvoorzichtigheid of lag het misschien aan het vuurwerk? Die informatie heb ik helaas niet. En tot wanneer is de afscheidperiode? De afscheidperiode was van 27 december tot en met 1 januari van het jaar. En als u misschien kan aangeven, heeft u de indicatie dat er meer of minder vuurwerk is geschoten in vergelijking met de afgelopen jaren? Wat betreft het afschieten kan ik daar niet echt van over praten. Maar wat betreft de import kan ik wel wat zeggen. We hebben vorig jaar 17 containers met vuurwerk gecontroleerd en gestript van 40 voet. En van het jaar hebben we in totaal 38 containers binnengehaald. Dat is heel veel. Heel veel, is een heel groot verschil. Wat zijn de wensen vanuit de brandweer voor dit jaar? Ja, in elk geval wensen we dat we minder slachtoffers hebben. Niet alleen op het gebied van vuurwerk, maar ook minder woningbranden, minder slachtoffers in het verkeer. En dat wij natuurlijk ons zullen blijven inzetten om de gemeenschap de nodige informatie te geven qua veiligheid.